De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, heeft gisteren haar nieuw bestuur gepresenteerd. De leiding en het voorzitterschap van de partij is door ex-voorzitter Karel Breeveld overgedragen aan de kersverse voorzitter Steven Al-Faisi. Al-Faisi is in mei dit jaar na gehouden bestuursverkiezingen gekozen tot de voorzitter van de partij. Echter liet de overdracht nog even op zich wachten. Voorafgaande overhandigingsplechtigheid zei gewezen voorzitter Karel Breeveld dat hij na 2 termijnen de hamer overdraagt. Hij heeft 9 jaar gediend in deze functie. Volgens hem kunnen partijleden slechts 2 zittingstermijnen dienen in de hoogste positie. Daarin hebben we heel erg getrokken op het vlak van integer leiderschap. Zorgen dat er een wet kwam, anticorruptiewet. En ervoor zorgen dat wij op die manier in ieder geval langzame stappen gemaakt hebben naar integer en goed beleid. Een basis te helpen leggen voor goed bestuur. Met genoegen draag ik nu mijn functie over aan mijn opvolger. Steven Al-Faisi is een man die een voorbeeld is voor de samenleving. Hij heeft heel duidelijk laten zien iemand te zijn die begaan is met het lot van dit volk. Hij heeft zijn rol als persoon in de maatschappij heel concreet vormgegeven door met name zijn functie bij het Fonds Ontwikkeling Binnenland, 10 jaar lang. En ook in het bedrijfsleven is hij bekend, maar het is ook een jonge gewone volk. Van de basis uit Abrabroji, gekomen naar waar hij is. Met trots draag ik daarom ook de hamer over aan deze voorzitter. Een voorzitter die 100% mag rekenen op mijn steun. Na de overhandigingsplechtigheid is het nieuw hoofdbestuur aan de aanwezigen gepresenteerd. Daarna hebben de leden zich voorgesteld en hebben zij aangegeven wat hun voornemens zijn voor het nieuwe zittingsjaar. Als hoofdbestuurslid om mijn talenten en mijn drive in te zetten om dienstbaar te zijn. Belangrijk is dat we niet alleen de jeugd die straks moet stemmen en de jeugd die straks moet overnemen, dat we met die jeugd aan de slag gaan. Maar belangrijk is dat we met onze kids, onze kleintjes en onze ouderen, onze senioren burgers, dat we die environment, een vruchtbare environment voor hun creëren, zodat we met z'n allen kunnen blijven leren, kunnen blijven groeien. Wat heeft Suriname nodig? Sterk, moedig leiderschap. Met een helder moreel kompas. Ik ben blij en trots met onze nieuwe voorzitter Steven Al-Faisi. Laten we samen doen wat nodig is. De focus is leiderschap, integer en dienend leiderschap. Daarvoor maak ik me sterk. Het kan niet anders als je ontwikkeling wil hebben. In welk land dan ook. En in Suriname is het noodzaak dat we integer en dienend leiderschap hebben. En daarvoor gaan we. Dus, doe wat nodig is. DOE-voorzitter Steven Al-Faisi en daarvoor de hoofdbestuursleden Gloria Likwishu, Wong Swisan en Andrew Basaron. Het nieuw bestuur is gisteren gepresenteerd aan de pers en andere aanwezigen. De presentatie vond plaats in het Orukuul-gebouw van de SVB aan de Letitia Friesdelaan.